paraplu die hoort bij project Blauw Tilburg. En op 4 juni is er hier in de Natuurtuin Stockhasselt van 2 tot 6 een waterfeest. En waarom is dat waterfeest er? We vieren dan dat we met heel veel wijkgenoten een kunstwerk hebben gemaakt. En dat kunstwerk hebben we gemaakt om de geschiedenis van de blauwsloten weer op de kaart te zetten. En dat zijn de oude waterlopen die er vroeger door Tilburg stroomden. Nou, daarachter bij de kinderboerderij, daar vlakbij stroomde zo'n blauwsloot. En aan de andere kant van de tuin stroomde er ook een. Een sloot die letterlijk blauw was door het afval van het textielwater. Op 3 plekken in de stad komen er kunstwerken. Eentje die staat er al op Oud-Noord op het Textielplein en eentje komt hier en dat is dus op 4 juni. Maar het is niet zo dat wij het kunstwerk zomaar neerzetten, nee, op 4 juni kun je zelf ook nog meehelpen om het af te maken. En daarna gaan we het natuurlijk heel feestelijk openen. Er zijn allerlei activiteiten met water, lekkere hapjes, dus het wordt hartstikke gezellig. Dus op 4 juni... van 2 tot 6 uur. En om 4 uur is er een hele speciale waterceremonie waarin we het kunstwerk officieel met z'n allen openen. Kom je ook?